houdt je hart en bloedvaten jong. Het brengt zuurstof in je weefsels. Houdt ziektes op afstand. En het laat je lymfe stromen, waardoor je gemakkelijker gaat ontgiften. En als je ontgift? Dan val je ook af. Ja, en wat betreft het afslanken, als je nu echt wil afslanken, dan is het een goed idee om te gaan wandelen. 'S Ochtends nuchter, eerst te werk. En als je snel in vetverbranding wil gaan, dan drink je eerst een kop zwarte koffie. En dan ga je extra snel je resultaten behalen. Het zorgt trouwens ook, beschermt je tegen ontwikkelen van dementie en Alzheimer. En houdt je botten sterk. Ja, het is supergoed voor je buik, voor je billen, voor je benen. En het is lekker ontspannend. Het helpt je van je stress af. Lieve mensen, we hebben het natuurlijk over wandelen. Wandelen is een supergoeie manier om te bewegen. Het is voor de meeste mensen zelfs beter dan lopen. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat lopen niet goed is. Maar wat ik heel vaak zie, is vooral dames die willen afvallen. Die beginnen dan als een gek te lopen. Die gaan dan naar zo'n dingen als Start to Run. En dat is allemaal zeer waardevol. Maar eigenlijk vaak merken ze dan dat ze geen resultaat bekomen. Zelfs gebeurt het dat ze beginnen bijkomen, dat ze beginnen verdikken. En dat snappen ze niet. Maar eigenlijk is dat heel logisch. Want, ja, we zijn aan het wandelen met de hond. En die hond, waar is die? Hier, de Tamma. Tammetje, kijk eens naar de mensen. Ja, ja, zo. En als je... Dus als je begint te lopen... En je gaat plots te veel cortisol maken. Cortisol is je stresshormoon. Want je lichaam denkt, wat gebeurt er? Het is oorlog. We zijn in oorlogmodus. We moeten keiveel cortisol maken. En als je cortisol hoog is en blijft hoog, dan ga je vet opslaan. En dan ga je dus verdikken. Dus vaak is dat geen goed plan. Dus begin met wandelen. En ideaal ga je een half uurtje per dag wandelen. En je zoekt een loopmaatje, bijvoorbeeld de hond of je collega of een of je dochter. Dat ook. Ja. Want? Want dan is het veel gezelliger en dan hou je het ook langer vol. Ja, dan ga je het makkelijker volhouden, dat klopt. Welke tips hebben we nog voor de mensen? Voor je gaat wandelen... Drink een glas water, dan ga je extra goed ontgiften. En waar zijn we hier nu? In het bos, in de natuur. Ja. Zoek de natuur op, want... Dan krijg je extra veel zuurstof en lucht in je longen. Ja, en in al je weefsels. En dat brengt ontspanning. Hoe kun je nu gestrest lopen in de natuur? Tussen al die bomen, tussen al dat groen. Dat is moeilijk. Dus dat is een extra tip. Wat hebben we nog? Ja, sommige mensen denken, maar zeg maar, ik loop al genoeg op mijn werk hoor. Ik loop de ganse dag van hier naar daar. Dus ik heb mijn stappen. Ik moet niet meer gaan wandelen. Maar is dat hetzelfde? Nee. Nee, dat is niet hetzelfde. En ook binnen in een fitness, waar het vaak stinkt naar het zweet en zo, op die loopband lopen, is echt niet hetzelfde. Dus... Wandelen in open lucht, wandelen in de natuur, is ontzettend heilzaam. Hebben we nog tips? Even kijken. Oh ja, de mensen die gaan werken, die zeggen, ik heb geen tijd om te gaan wandelen een half uur. Maar dan moet je in de lunchpauze gaan wandelen en neem een collega mee. Voilà, iedereen blij. En dan ben je nog zo fris om aan je namiddag te beginnen. Hebben we nog dingen? Oh ja, af en toe eens een keer, als je het al een beetje gewoon bent, het tempo opvoeren. Dat is heel goed om je lymfe en je bloedsomloop te stimuleren. En je kan ook een stappenteller... Nee. En je kan een stappenteller aanschaffen en dan kan je je... Dan kun je een doel stellen. Bijvoorbeeld, ja, ik wil elke dag 10.000 stappen doen. En als je het kunt meten, alles wat je kunt meten, kun je verbeteren. Dus dan kun je veel sneller meten hoe dichter je bij je doelstelling bent. En
waarom wandelen wij graag? Wat is er ook zo leuk aan wandelen? Het maakt je vrolijk! Ik hoop dat we jou hebben kunnen motiveren om te wandelen. Het is super leuk. Doe het samen. Doe het met je hond. Die is daar ook super blij mee. Meestal gaat onze klant ook mee wandelen, hè? Ja, maar nu niet in het bos nemen ze niet mee. Dat is een beetje te gevaarlijk. Maar voilà, we hopen je te hebben geïnspireerd. We zien je heel graag een volgende keer. Ja! Dag!